beste kijkers, ik ben Lucas van Door. Je bent weer beland in een van mijn video's. Ja, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe episode van Super Mario 64 op Lucas Film Door, mijn YouTube kanaal. We staan in de basement met Mario, de kelder van het kasteel. En dat is niet zomaar, want deze twee konijnen, die kunnen vanaf 50 sterren, die wij inmiddels hebben, veranderen in witte konijnen. Die witte konijnen die voegen niet direct iets toe, maar zodra je er 8 hebt, dan geeft die laatste dus, geeft je een sleutel, waardoor je een extra ster kunt krijgen. En dat is dus vanaf 50. En elke keer dat de zone waarin deze konijnen zich bevinden opnieuw laat, heb je dus een nieuwe kans op dat een van deze twee konijnen, of misschien allebei, een wit konijn is geworden. Nou, nu zijn ze allebei roze, dus het heeft geen zin om ze opnieuw te vangen nadat je de sleuteltjes hebt. Volgens mij had ik die sleuteltjes al ooit, maar ik ben er niet vies van om dat even te checken. Oh, ik moet nog wel even het movement aanleren van konijnen. Dat is anders dan in de Nintendo 64 versie van Super Mario 64. Het movement van deze konijnen en het movement van Mips op de originele Super Mario 64 versie verschilt. Blijkbaar, zag ik nu. Dus ja, ik moet het aanleren voordat ik echt goed die konijnen kan gaan vangen. Nou, we hebben ze nu allebei gecheckt. En we gaan nu met de eerste ster beginnen. En dat is, volgens mijn briefje, Underground Switch Star. Nu is er iets obscuurs met Underground Switch Star, want oh nee, hij is er gewoon. Ik dacht dat hij niet bij deze ster was, namelijk de Wario Pet. Maar hij is er wel. En ja, we resetten even de val. Want dan kan die gewoon zonder valschade verder. Nu raken we de Wario Pet even kwijt. Want Wario is niet zo goed in springen en hij kan al helemaal niet muurspringen. Dat komt nog wel van pas. Kijk maar. En dat is dan onze eerste ster van de dag. Helemaal leuk. Volgende. Ja, daarvoor moeten we opnieuw het level in. Maar ik ga dus eerst even kijken. Was ik bij de vorige aflevering overigens vergeten te doen. Of een van die konijnen dus wit geworden is. En die niet. Dat deze ook niet. Oké, die check gaat dus tussen elke ster plaatsvinden vanaf nu, zolang we in de basement zijn. En ja, ik weet niet of ik het altijd op camera moet gaan laten zien. Want soms dan is het gewoon niet zo, maar dat jullie in ieder geval weten dat het gebeurt en dat ik het laat zien als er inderdaad een wit konijn is. Oké. Ja, we lopen nu naar de sector met Dory. En dat is de ondergrondse sector. Er was net ook al een ondergrondse sector. Want hij heette, de ster die we net deden, heette Underground Switch Star. En daar is ook de Wario Pet weer. Want dit is de Swimming Beast in the Cavern. Die we hebben geselecteerd als de ster die we doen. Maar dat is niet in feite de ster die we gaan doen. Want die hebben we al gehad. Maar jullie zien een, als het goed is, als jullie hebben opgelet, jullie een sector op de kaart die we nog niet hebben gehad. En die zit achter deze deur.
Dus daar gaan we nu heen. En daar bevinden de volgende twee sterren. In de original heet die Cavern of the Metal Cap. En deze heet Behind the Waterfall. Maar het gebied is nauwelijks veranderd. Je hebt nog steeds de stroom. Volgens mij moet dat met R. Ja. En je komt in de kasteel. Castle Grounds kom je uit. Oh, kijk, daar ga je al. Dat gaat heel snel dus. In Castle Grounds kom je uit als je daar met de stroming meegaat. En ik moet even deze Sneefit verslaan, want hij is heel irritant. Heel erg irritant. En bij heel erg irritant bedoel ik heel, heel, heel erg irritant. Heel, 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 heel erg irritant. Oké, dus dat is het enige blok wat je nog kan redden. Volgens mij verlies je geen leven als je teruggaat met de waterval naar de Castle Grounds. En deze Bobomb die kan ons nog even vertellen waar alle rode munten zijn. Nou, ze zijn allemaal bij dat eilandje waarin de originele, dus de daadwerkelijke Metal Cap Switch stond. Nu is er alleen een blok. En ik besef me nu dat ik voor Jan met die o zo korte achternaam de rode munt heb gehaald. Want ik kan namelijk niet de rode munten halen die... Even kijken. Daar in het water zijn. Ze zijn om dit eilandje, net als in de originele. Maar je kunt ze dus nu niet halen. Want je bent niet zwaar genoeg. Dus wat we eerst moeten doen is helemaal omhoog. En dan komen we bij een ster die ik A Blown Up Feeling heb genoemd. Mario die heeft een opgeblazen gevoel. Als die de Power Flower pakt. En hier hebben we ook nog een toad. En die toad gaf ons in de originele versie, zoals jullie je misschien nog kunnen herinneren, een ster. Nu is dat ook hier het geval. En omdat je niet de ladingzone uitgaat, kunnen we deze er nu gewoon bij doen. Er verschijnen geen nieuwe konijnen nadat je die ster gehaald zou hebben. Maar we moeten dus opnieuw naar de Metal Cap Cavern, ofwel Behind the Waterfall. Oh, oeps. Ik ben de lul. Nu kunnen we dus ook checken. Maar het feit dat we nog geen wit konijn hebben gezien, ik weet niet of dat dus RNG is, ofwel willekeurigheid, of dat we daadwerkelijk alle konijnen al een keer gevangen moeten hebben. Dus ook van Wario, Luigi en ja, van alle characters. Want alle characters hebben verschillende konijnen. Volgens mij waren het er 7. Ja, want Yoshi had er 6 buiten en 1 in de basement en dat waren ze allemaal. Zoveel hebben ze er dus allemaal. 7 konijnen. De rest van de characters hebben hun konijnen iets meer verspreid. Maar waar ik dus geen kennis van heb, is of je ze daadwerkelijk allemaal moet halen. Voordat de witte konijnen daadwerkelijk kunnen verschijnen. Ik weet dat je 50 sterren moest hebben. Maar er kan dus ook nog een andere conditie zijn waaraan je moet voldoen voordat ze daadwerkelijk dus gaan verschijnen. Om het gewoon bij de simpele termen te houden. Niet zo'n originele woordkeuze, daar was ik eigenlijk naar op zoek, maar ja. Oké, laten we even onze metalen pet
of onze metalen kracht gaan gebruiken om de Sneefits uit te schakelen. Want zodra we deze pet hier kwijtraken, is het niet mogelijk om hem terug te krijgen. Zoals we net zagen, er is geen Wario-pet in dit parcours. Hij is er alleen nu, omdat we hem meegenomen hebben uit Hazy Maze Cave, waar hij ook verschijnt voordat Wario is ontgrendeld. Daar spant hij dus. Komen we zo op. Wario zwemt overigens ook heel langzaam. Dus, oh nee. Oeh. Ik wil zeggen, ga ik nu overcommitten naar de rechterkant. Zodat ik niet meer terug kan naar de linkerkant. Maar het was nog niet te laat. Anders zou dat wel een hele stomme manier zijn om deze poging te verliezen. De camera deed even raar. Nog steeds is het Lakitu die hem bestuurt, dus je kunt het hem niet al te kwalijk nemen. En daar is dan ster nummertje 4. En dat was, ja, de laatste waarvoor we hier Hazy Maze Cave in moeten. Nog steeds geen Glowing Rabbit, zoals dat heet. Maar we hebben nog een aantal sterren hier. Ook deze aflevering. Eerst Boil the Big Bully. Ik denk dat dat ook de eerste is die op mijn lijstje staat. En dan komen we in het parcours genaamd Lethal Lava Land. Zoals jullie misschien net ook zagen op het overzicht. Boil the Big Bully is inderdaad de eerste ster hier. Ik denk dat ik het minder gecompliceerd heb gemaakt. Gecompliceerd. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Anyway, dan ik bij voorbaat heb gedacht. Ah, ik ben niet handig. Jemig. Oef. Ja, ik wist dat het een zelfmoordmissie was. Maar ik wilde het toch proberen. Ik heb niet meer de controle over Mario zoals hij was een paar jaar geleden in dit spel. Ik dacht aan iets dat later in dit parcours verschijnt. Maar dat kunnen we nu dus nog niet gebruiken omdat het later verschijnt pas. Wauw, ik ben echt niet op mijn niveau nu. Ik wou de laffe manier niet kiezen om dit platform op te komen. Ah! Jemig. Give me a break. Oh, hij valt er al in. Oké. Ik ga nog even een paar muntjes halen. Net zoals in de originele versie. Vallen deze platformen. En ik wil het me niet aandoen om niet te kunnen vallen. Of misschien doen ze iets dat ik niet verwacht. Waar ik jaren geen rekening mee heb hoeven houden. De volgende is Bully the Bullies. Soort van hetzelfde.
Maar je moet naar dat platform nu linksboven in beeld. En je moet de bullies verslaan met hun eigen wapen. Namelijk door ze te pesten. Wauw. Voorlopig slagen ze er meer in om mij te pesten dan ik hen. Ik moet even weer wat munten halen. Anders gaat het niet goed. Oké, jumpkicken werkt. Oh, ik dacht dat ik een long jump deed. Maar dat was dus blijkbaar al in de cutscene dat ik die input deed. Volgende ster heet 8 coin puzzle with 15 pieces. Ik wist gewoon dat ik daar niet zonder schade vanaf ging komen. Ook je engel verandert niet als je... in de lava valt. In Mario 64... in de normale, de originele Mario 64 kun je dat aanpassen. Wauw. Oké, 60. Ik heb trouwens niet gekeken of... misschien witte rabbit spannen. Niet aangedacht. Maar misschien vertelt iemand in mij in de comments dat ik mij daar helemaal geen zorgen over heb hoeven maken. Om de dood eenvoudige reden dat ik nog niet aan die andere conditie voldeed. Waar ik misschien aan zou moeten voldoen. Ik weet niet of die er is. Maar omdat ze nog niet gespannen zijn binnen mijn gezichtsveld... zou ik denken dat het... zo zou kunnen zijn dat er een is. In de originele zou ik hem anders doen. Maar omdat dit nu mijn casual playthrough is van... Mario 64 DS... doe ik hem even zoals hij hoort. En dan is dit de laatste ster van de aflevering. Misschien gaan we nog een rabbit vangen. Hangt er vanaf of die wit is. Ja, hij is wit. Nice. We hebben er één. Toch helemaal onverrichte zaken gaan we niet naar huis. Ten eerste hebben we natuurlijk gewoon sterren gehaald. Volgens mij iets van 8. Dan begonnen we op 53. En nu zegt hij dus, ja, ik heb nog 7 broertjes. En probeer ze te vangen. Oké, leuk dat ik dat toch nog even deze aflevering heb kunnen laten zien. Ik wou al naar het volgende parcours lopen, maar we hebben natuurlijk nog gewoon heel veel hier te doen in Lethal Lavaland. Met een heel boos en angstaanjagend Bowser gezicht in vuur. In ieder geval, volgende aflevering gaan we daar dus verder. Misschien dan ook nog wel weer meer Witte Rabbits. We gaan het zien. Tot dan. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken. Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen. Je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij. Waaronder de volgende video in deze serie door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn.
te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!